een echte wandelvlog. Want we zijn eindelijk echt aan het wandelen. Het is een klein rondje. De meningen verschillen over hoe lang die is. Dus we gaan het zien. Volgens mij is dit eigenlijk het punt en dan komen we straks via die kant terug. Zo, lekker omhoog. De route die er stond was zeker geen 5 kilometer. 2 denk ik. Dus we hebben een beetje groot gemaakt. Maar nu moeten we wel omhoog. Hierboven zit Sander. Hij is op zoek naar de herten die we net hebben gezien. We hadden net een hele groep met mannetjes. Ze hadden allemaal gewei, maar ze waren te ver weg om te filmen. Dus dat was jammer. Kijk eens wat er uitzicht. En mijn knappe hubby voor me. Kijk, daar vliegt een roofvogel. Die vliegt al een paar dagen elke keer bij ons huisje rond. Gisteren werd hij achterna gezeten door 2 kraaien. Dat vond hij minder leuk. Nou, onze wandeling al bijna weer ten einde. Het is iets meer dan 4 kilometer geworden. Wij gaan het hoofdparcours doen. Kijk, je denkt hier te beginnen, maar nee. Hoe vind je het hoofdparcours tot nu toe? Ik vind het echt geweldig. Geweldig, hè? De zon een beetje intens. Ja, echt. Een beetje rood. Oké, we gaan nu met het echte parcours beginnen. Dus dit was light. Dit was leuk. 1 ding te vertellen over... Oh, ik kan Sanne filmen. Dat gaan we doen. Vanaf hier. Het duurt even. Wij zijn al... Oh, ik denk hij gaat het hier voor doen. Dat laag parcours. Ja. Yeah. Oh, ze staan daar nog. Ja. Moet je weer mij? De eerste zijn op de brug. Oké, wat we nu wel veilig kunnen zeggen. Wij zouden om 4 uur beginnen. Uiteindelijk begonnen we om bijna 4:30. We zijn hier niet zo van de tijd. Er gebeurt een uitdaging in het leven. Hij wil zonder de lijn te raken, wat mislukt is zoals je ziet. De achter gaan snel en sneller. Ja, soepel, soepel. Je zit vast. Ik ben blij dat het op film zit. Ja, top. Zie hoe soepel die jongen is. Heerlijk. Voor mij wel. Go for it. Yo, die hele boom, man. Welkom bij... Nee, we zijn eigenlijk al een heel stuk door het parcours heen. Het is echt super warm. En nu wachten we tot Sander de sprong gaat wagen. Even... Hoppatee! Kunnen we nu weer voorlangs? Jij supersnelle jongen. Nee, voor dat Bouke tegen me aanschopt zometeen. Ja, Bouke gaat ook voor mij langs hoor. Ik ga echt niet achter Bouke. Bouke is heel vervelend. Bouke die zit elke keer, zal maar zeggen, 3 centimeter achter je. Niet dat hij even wacht of zo, maar het liefst zodra jij je voet 1 stap verder zet, komt hij gelijk op die plek. Oh, dan krijgen we hem. We gaan nu een mijntocht doen. Je kan aan de Sander's lengte zien hoe... smal dit is. Ik haat kleine ruimtes. Dit wordt een uitdaging. Oké, ik heb gefaald. Ik ben tot de eerste nooduitgang gekomen toen ik uitgaan. Dit was echt heftig voor mij. Dit was klein, het was donker, het werd alleen maar kleiner en donkerder. Gelukkig had ik nog op mijn horloge een zaklamp, want anders zag je echt niks. Sander en Bouke zijn nog wel door aan het gaan. Trouwens, ik heb het warm. Misschien zie je het. Deze adventure ding... geven we, nou ja, ze zeggen dat je er 3 uur over doet. We zijn nu denk ik iets meer dan een uurtje bezig. Ik denk dat wij er 1,5 uur over doen. Dat is een beetje matig. Het touwparcours ziet er op het filmpje vetter uit dan dat hij is. Dat vond ik echt, dat was echt wel een beetje jammer. Dus ja, dat. Het is best dan veel geld voor wat je krijgt. Bouke heeft gehaald. Ja, Sander ook. Dat hopen we maar of hij nog steeds achter je aankomt. Ja. Misschien is het ook niet handig als je 2 meter bent dat je in dit soort dingen gaat.
Ik zie Sander niet. Sander! Waar ben je? Ik mis je. Man. Mijn man! Wat een parcours. Hubby! Hier zien we een helm. We hopen dat het Sander is. Ja. Kom op, je kan het. Man lief. Oh echt? Tuurlijk wel. Bouke past er ook doorheen. Ja. Je moet je romp kantelen. Je moet je romp kantelen hoor ik net. Hij doet een soort bevalling na, maar dan op 35ste. Ontsluiting? Nou, dit is niet volledige ontsluiting, want hij past er niet doorheen. Zware bevalling. Maar af en toe moet je die haalt niet zo ver. Ja, dan moet het maken met het afstand. Gooi er gewoon bij en dan ga je het Ik ben zo blij. Als jij er dan niet doorheen past, hoe had ik er doorheen gemoeten dan? Net de ride gedaan. Dat was echt tof. Ik ga zo even de rest filmen hoe die hem hebben gaan doen. Want het gaat echt super snel. Het is echt vet dat je los hangt. Voor je gevoel. En hier komt Bouke. Met een spectaculaire afsprong. En daar komt ze. Daar komt ze. Kijk dat gezicht. Deze vlog is ook trouwens speciaal voor Lydia. Die heeft hem aangevraagd. En ons weekendje Ardennen zit weer op. Tot volgend jaar Pinksteren.